En jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Renato's Real Fitness. En deze keer wil ik het gaan hebben over het aantal herhalingen. Dus je traint met gewichten, hoeveel herhalingen moet je nou doen om een bepaald doel te bereiken? Bijvoorbeeld bodybuilding, massa bouwen, spiermassa bouwen, het lichaam stimuleren om meer spiermassa aan te maken. Nou, de algemene trainingsmethodologie is als volgt. Wil je massa bouwen, spiermassa kweken als het ware, 6 tot 12 herhalingen. 6 tot 12 herhalingen bodybuilding. Wil je droger worden, afvallen, spieruithoudingsvermogen trainen, 10 tot 20 herhalingen. Wil je trainen voor kracht, powerliften, minder dan 5 herhalingen, dus 5 of minder. Dus dan train je echt voor kracht. Powerlifters vaak doen ze ook bij, zelfs bij het opwarmen 5 herhalingen. Zwaar, totdat je uiteindelijk naar die one rep max gaat. Dus die ene herhaling met het allerzwaarste gewicht, dat is powerliften. Echt trainen voor kracht. Bodybuilding 6 tot 12. Uithoudingsvermogen, afvallen, droog trainen 10 tot 20. Je kunt natuurlijk ook al die dingen met elkaar combineren. Of veel bodybuilders combineren powerliften met bodybuilding. Maar dat kan allemaal. Voor de algemene fitheid is het natuurlijk fijn als je al die dingen met elkaar kunt combineren. En natuurlijk daarna ook nog iets van cardio traint. Voor de algemene fitheid. Laat me weten welk trainingsschema, welke trainingsmethode jij gebruikt. Ben jij, in welke categorie val je, een bodybuilder, zit je meer in de powerliften, zit je meer in hogere herhalingen. Het algemene term fitness is eigenlijk zo moeilijk, maar dat is eigenlijk een combinatie van al die dingen samen. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie op dit moment doen. Laat me weten in de reacties hier beneden. Heb je nog vragen over sets, herhalingen? Laat me weten. Reacties hier beneden. Of vraag het aan me op Twitter, Renato71. Tot de volgende keer weer hier bij Renato's Real Fitness. Peace.